Als ik naar u kijk, ik weet niet wie van u is wedergeboren, de Heer Jezus lief heeft gekregen door genade, maar de Heer weet het. En hij wil dat u zich er al op verheugt dat dit straks gaat gebeuren. Hij wil dat we ons richten op zijn toekomst, hoe beroerder het ook wordt in de wereld, hoe meer we daarop gericht moeten zijn. We staan aan de vooravond van de grote verdrukking. De oordelen die in Openbaring 6 tot begin van hoofdstuk 20 beschreven worden. Het zal een zware tijd worden, ook voor de kerk. In de 80e jaren zei een predikant uit de Sovjet-Unie destijds tegen me: ook jullie gaan het meemaken, wat het wil zeggen om vervolgd te worden. We kunnen dat alleen volhouden als we Christus volgen en zijn beeld leren vertonen. Dat wil zeggen dat we onze oude natuur hoe langer hoe meer kruisigen en door de liefde van Christus de naaste omhelzen. Leren dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Dat is de enige manier waarop vervolgde christenen het volhouden, wist u dat? En het is mij opgevallen destijds, toen ik ook naar de Sovjet-Unie reisde om een vervolgde gemeente te bezoeken, dat men ook sterk leeft bij de toekomst. En ik denk dan aan Hebreeën 12 vers 2, waarover de Heer Jezus zelf iets onthuld wordt over deze houding. Paulus die schrijft in Hebreeën 12 vers 2 dat Jezus het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht, ziende op de vreugde die hem voorgesteld werd. Wat is die vreugde? Dat hij straks bij zijn wederkomst al zijn kinderen, al die tientallen miljoenen uit de aarde zal opwekken. Komt herwaarts op. En hij samen met zijn gemeente, die zalig wordt, die de aarde zal gaan bevolken en met hem zal gaan regeren op de aarde, daar zal zijn. 2 Thessalonicenzen 1 beschrijft ons hoe Jezus zich bovenmate zal verheugen en wonderbaar zal worden in zijn volk. De blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van Jezus aangezicht straalt in ons weerspiegeling zal vinden.